Hallo allemaal en welkom bij Tips en Trucs met Vincent. Ik ben, as we speak, onderweg naar een maatje van mij. Want die heeft een baby gekregen en ja, je kent het allemaal wel. Meneer, kom je nou eens naar die baby kijken, man. Kom nou eens even naar de baby. Kom nou even naar mijn baby kijken. Voor je het weet is er 5 jaar voorbij en heb je nog steeds niet naar de baby gekeken. Maar goed, vandaag is dan eindelijk de dag dat ik naar de baby ga kijken. En dat je überhaupt al gaat komen, dat vinden de mensen hartstikke leuk. Maar als jij goed voor de dag wil komen, heb ik een paar tips en trucs voor jou. Wat te doen als je naar een baby gaat kijken? Nou, zorg dat jij een cadeautje bij je hebt. Het hoeft niet, maar het wordt altijd wel gewaardeerd. En kijk eens, daar heb Vincent aan gedacht. Dus die is alvast binnen. Tip 2. Als je naar een baby gaat kijken, ga dan ook daadwerkelijk naar de baby kijken. Hey, kom niet binnen en loop gelijk naar de koelkast of zo. Nee, je loopt naar de baby toe. Of je zegt, joh, waar legt hij? Dan kan ik even kijken. Dan kijk je naar de baby. En dan, terwijl je naar de baby kijkt, probeer dan ook te beseffen. Kijk ten eerste of het ook echt daadwerkelijk een baby is. Waar je naar staat te kijken. Niet dat zomaar iets neerleggen en net doen alsof het een baby is en dat jij dan bij de hand de opmerking gaat maken, weet je? Want zo zijn ze dan ook wel weer. Nee, kijk of het een baby is. En terwijl je dat doet, probeer bij jezelf iets te vinden om iets leuks erover te zeggen, weet je wel. Van, wat leuk haar heeft hij. Of wat een leuke pyjama heeft hij aan. Dat soort dingen, weet je wel. Dan moet je echt diep bij jezelf graven. Van, joh, kan ik wat leuks erover zeggen? Zo niet, dan kan dat ook. Maar hou dan gewoon je bek dicht, weet je. Blijf gewoon star naar die baby kijken totdat ze je wat te zuipen aanbieden. Want ja, als jij als een autist 2 minuten lang naar een baby legt staan, dan krijg je een hele ongemakkelijke situatie. Dus dan willen ze je weg hebben bij die baby. Prima. Niks meer aan doen. Is het probleem ook opgelost. Maar het allerbelangrijkste als je naar een baby gaat kijken, is om na het kijken naar de vooral de aandacht op de vrouw te richten. Weet je, zeg je, goh, leuk baby, maar hoe gaat het nou met jou? En heb je een leuke bevalling gehad? Had je naar je zin? Werd er nog lunch geserveerd? Zo ja, wat dan? Hadden ze ook broodjes? Weet je wel? Deed je pijn? Ben je uitgescheurd? Heb je veel bloed verloren? Kwam de baarmoeder eruit? Dat soort dingen, weet je wel? Dat moet je vragen. En weet je, schroom niet om details te vragen. Zoals van, joh, hebben ze er ook een paar vingers in gestopt om eruit te halen? Of vloepte die er gewoon uit heel makkelijk? Of was het echt aan poten geblazen, weet je? En hoe gaat het nu met je? Ben je er weer een beetje bovenop? Of zie je het allemaal niet meer zitten? Denk je af en toe wel een kogel in mijn hoofd jagen, weet je wel? Dat soort dingen. Nou, als je dat doet, dat vinden ze echt fantastisch. Want dan laat je zien dat je ook echt oprecht geïnteresseerd bent. En als ze dat merken, dan kan jouw aandacht gewoon afdwalen naar dingen die echt belangrijk zijn. Zoals kaasblokjes of weet ik veel, misschien eet je helemaal geen kaasblokjes, maar gewoon. En dan zal je merken de volgende keer dat ze een verjaardag hebben of als je wordt uitgenodigd, dan staat godverdomme, het bier staat al klaar voordat je überhaupt ja hebt gezegd dat je ging komen. Dus ja jongens, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben en neem ze ter harte die tips en trucs. En mocht je nog bij jezelf denken van, goh, ik wil wel van alles vragen, maar ik weet niet wat. Ik sta altijd voor je klaar voor leuke, spontane vragen die je kan stellen. Een hele fijne hallo allemaal en hallo hè.